Een groep leerlingen zit in de aula. Ze zijn erg verbaasd over die nieuwe winkel naast de school, die net geopend is. Kijk, deze heb ik gewoon voor 50 cent hier om de hoek gekocht. Wat? Dat is heel goedkoop. Ja, en hij doet het ook nog goed. Dat verbaast me wel. Kijk, ik heb deze stiften gekocht. Wat? Allemaal gewoon voor 10 cent. Ja, dat is hartstikke leuk. Weet je dat ik deze telefoon heb gekocht? Wat? Voor maar 1 euro. Huh? 1 euro? Wat? Hoe kan dat ooit? Geen flauw idee. Gewoon bij die winkel hier om de hoek. Ja, lekker goedkoop toch? Oh, toevallig heb ik deze hier ook gekocht. Gewoon voor onderweg of zo. Dat is vet handig. Leuk. Nou, ik vind het wel raar hoor, dat het allemaal zo goedkoop is daar bij die winkel. Ja, mijn telefoon gaat. Nou, druk dan op het knopje. Waar zijn we? Dit lijkt wel Bangladesh. Wat doen we hier dan? Ja, geen idee. Hé, hey, jongens, hij gaat weer over. Zo, en jullie denken dat het allemaal heel goedkoop is, hè? Nou, hier in Bangladesh wordt dat allemaal zo goedkoop gemaakt. Jullie mogen pas terug als de missie geslaagd is. Ik ben wel benieuwd. Maar wat is onze missie dan? Goed, geen flauw idee. Nou, kom, we gaan. Ja. Het lijkt me een fabriek. Het lijkt een telefoonfabriek. Top, laten we gaan kijken. De leerlingen lopen verder naar de telefoonfabriek. En daar zien ze iets heel vreemds. Wat gebeurt daar? Hier worden telefoons gemaakt. Ze besluiten de fabriek stiekem binnen te sluipen. Nee, we waren hier gewoon aan het kijken. Wat zijn die kinderen allemaal aan het doen? Ze zijn aan het werken, telefoons maken. Maar dat mag helemaal niet. Echt wel? Dat is kinderarbeid. Dat is verboden. Ja, maar wat moet ik dan doen? Ja, maar wij hebben misschien ook nog wel een idee. Kunnen we hier misschien even spreken op het kantoor? Ja. De baas van de fabriek twijfelde of hij deze insluipers zomaar mee moest nemen naar zijn kantoor. Toch deed hij dat. En de leerlingen gingen met de baas van de fabriek in gesprek. Nou vertel, wat is jullie plan? Nou baas, u zou natuurlijk een machine kunnen bouwen. Maar een machine, dat kost toch superveel geld? Maar baas, als u nou een machine laat bouwen die een paar volwassen mensen bedienen. Ja, dan kost het evenveel geld als al die kinderen zonder machine. Dat is op zich best een goed plan, ja. De baas moest er even over nadenken. Maar een paar dagen later was de machine gebouwd. En kreeg de baas de machine voor het eerst te zien. Kijk baas, deze deur staat een machine. Ik ben benieuwd. De baas van de fabriek was erg blij met zijn machine. En de kinderen uit de fabriek ook. Want zij konden eindelijk gewoon naar school. Nou, de baas is wel blij hè? Ja, ja. Inderdaad. Maar wat moeten wij nu doen? Geen flauw idee. Geen flauw idee. Nee, ik weet echt niet. Hé, de telefoon gaat weer over. Heel goed, jullie missie is geslaagd. Tijd om weer naar huis te gaan. Druk maar op de knop. Wow! Waar komen jullie nou weer vandaan? Dat is een heel lang verhaal. We hebben heel veel dingen beleefd, toch jongens? Ja. Ja. Super veel, man. Ja, maar gelukkig heb ik mijn telefoon nog. Waar is hij gebleven? Mijn telefoon! Nou, ze heeft er niet veel van geleerd, hè? Nee, maar wij wel toch? Ja. Want lekker goedkoop is niet altijd goed.